Wethouder Jacques Huismans opende op woensdag 22 september het programma Boekstart in de bibliotheek Asten. Boekstart is een programma dat het lezen met jonge kinderen wil bevorderen en ouders met jonge kinderen wil laten genieten van boeken. Boekstart, dat is de naam van ons project, wel een heel bijzonder iets. Want hiermee willen wij in ieder geval benadrukken dat wij de jongsten onder ons, dus kijk maar even naar deze peuter, 4,5 maand zeg ik, hè, Haley, in ieder geval welkom heten in de bibliotheek. Om te benadrukken uiteraard een heleboel dingen, maar vooral dat iedereen in de bibliotheek van harte welkom is. Dat ook mensen, dus ook kinderen vanaf 0 jaar al iets met een bibliotheek kunnen hebben en moeten hebben. En vooral als we het hebben over lezen en over voorlezen. Dan vinden we het al heel belangrijk voor de taalontwikkeling. Nu, er zijn onderzoeken naar gedaan dat dat heel verantwoord is. Dat het goed is, dat het best is. Maar wat vooral ook belangrijk is in mijn optiek, dat het is het ook gewoon leuk om te doen. Prima ook, omdat we blij zijn met het initiatief van de BIEB. Hè, om ook voor deze doelgroep nog wat extra dingen te doen om het lezen te bevorderen. Niet alleen omdat dat goed is voor de taalontwikkeling, maar ook, jij gaf het al aan in jouw woordje, het ook gewoon heel erg leuk is om lezend met kinderen bezig te zijn. Ik denk dat iedereen hier aanwezig dat in de eigen jeugd in meerdere of mindere mate ook wel ervaren heeft. Ik kom zelf ook uit het onderwijs, daar heb ik jarenlang gewerkt. Weliswaar een hogere doelgroep, maar toch, dan ben je natuurlijk ook veel bezig met van, wat doe je met je taal, wat wil je met taal bereiken. En dan blijkt gewoon dat het heel erg belangrijk is dat kinderen zo vroeg mogelijk die taalontwikkeling in een goed proces zeg maar meemaken. Dat ze daar tijdig ook mee bezig zijn. Spelenderwijs, want dat moet voorop staan. De fout wordt wel eens gemaakt ook in het kader van voor- en vroegschoolse educatie. Dus met andere woorden de doelgroep 0 tot 4. Dat sommige mensen vinden dat je met taal bezig moet zijn, dat ze iets moeten leren. Nou, dat aspect leren, dat moeten we eventjes weglaten. Het is vooral een beetje ontwikkelen en vooral gezellig, prettig bezig zijn. En als dat goed gebeurt, dan is er een goede basis gelegd om in een latere fase, wanneer het wat serieuzer wordt, om ook daadwerkelijk wat makkelijker en wat beter te kunnen leren. Ik ga gewoon nu het eerste koffertje overhandigen in Asten als officiële aftrap van Boekstart in Asten. Alsjeblieft. Oh ja, dan moet ik altijd. Doelstelling is om kinderen al op heel jonge leeftijd, babyleeftijd in feite, kennis te laten maken met het boek. In de verwachting, en dat blijkt ook wel uit cijfers, dat als kinderen vroegtijdig daar kennis mee maken, dat ze dan ook daar gebruik van leren maken, willen gaan maken. Uiteindelijk ook wat makkelijker straks in de volgende fase aan lezen toekomen. En daarmee dus ook hun taal beter ontwikkelen. Maar in die tussentijd zit natuurlijk ook het voorlezen. Nou is het een samenwerking met de gemeente. Wat is de rol van de gemeente precies? Gemeente is vaak natuurlijk een subsidiant. Hè? Dus in die zin is daar een rol voor ons weggelegd. Maar wij hebben ook een rol in het kader van opvoeden. En ook in het kader van leren, zeg maar, van ontwikkelen. Dat betekent dus dat wij als gemeente ook van harte dit soort initiatieven ondersteunen. Want uiteindelijk kun je hopelijk hiermee bereiken dat nog meer kinderen vroegtijdig al die taal goed ontwikkelen. En dus op school daar een stukje plezier bij hebben op het moment dat ze daadwerkelijk gaan leren. Het Boekstartproject is vandaag begonnen. Er zijn ook wat fysieke aanpassingen geweest hier in de bibliotheek in Asten. Ja, we hebben hard gewerkt hoor. Er is een heel mooi meubel gemaakt door een meubelmaker. En we hebben ook een beetje de peuterboeken wat, de plaats wat veranderd. Maar we zijn gewoon heel erg blij dat we een mooi meubel hebben, wat heel duidelijk opvalt. En we hebben hele echt bijzonder fraaie babyboekjes erbij staan. Maar niet alleen voor de baby's, er zijn ook boeken voor de ouders. Zoals bijvoorbeeld boeken over kinderliedjes. Dat je weet, want als je een babytje hebt, als je daarmee praat, is heel belangrijk. Maar als je met een babytje zingt, dat is gewoon keigoed, hè. En soms denken mensen wel eens, ja, hoe gingen die oude kinderliedjes ook alweer? Nou, daar hebben we best wel veel boeken van. En daar leren kinderen ook heel veel van. We hebben natuurlijk ook nog wel opvoedboeken erbij staan. Want ook baby's kun je al gaan opvoeden. Dus goed als je veel met kinderen praat. Ook met baby'tjes, dat je vertelt wat je aan het doen bent. Daar doen ze al heel veel taal mee op. Nou is er dus ook een koffertje gemaakt. Wat zit er eigenlijk precies in? Ja, leuk is daar, hè? Ja, in het koffertje zit een knisperboekje.
Ik weet niet of je dat iets zegt. Dan moet u ons even uitleggen. Ja, dat is een boekje dat is gemaakt van stof en dat maakt een geluidje. Dus dat is vooral voor de allerkleinste babytjes bedoeld. Als je dat in je handen houdt, dan maakt het een beetje zo'n knisperend geluid. En dat vinden kinderen heel mooi. Want het is vooral bedoeld als kinderen heel klein zijn, dan gaan ze echt nog niet naar het boekje kijken van wat staat erin. Maar als dat boekje al een geluid maakt, dat is altijd prachtig. Dan zit er ook een cd'tje in met liedjes en versjes. En dan zitten er nog allerhande tips voor ouders in en zo. Dat is vooral het koffertje. Hoe bereiken jullie die ouders? Nou, alle ouders van kinderen in Asten die tussen januari en mei geboren zijn, die hebben een brief gekregen. Daar zit een waardebon in en daar staat in, kom naar de bibliotheek. Kun je de waardebon gratis inleveren, dan krijg je een koffertje. En ook ouders kunnen dan gratis 3 maanden lid worden. Dus op die manier. En de ouders van kinderen die dan bijvoorbeeld in juni geboren zijn, die krijgen binnenkort weer een brief. Dus dat gaat elke keer in fases. En dan hopen we dat we gewoon alle jonge ouders in Asten bereiken. Maar natuurlijk ook de kinderen die vorig jaar geboren zijn, die mogen ook gewoon lid worden van de bibliotheek. Dat koffertje, dat hebben we dan weer net niet. Maar ze mogen wel helemaal gratis lid worden en al die leuke boekjes en al die speciale dingetjes.